Vrijdagnacht, de nacht die direct volgt op de graflegging van Christus. De tweede nacht dat Christus in het hart van de aarde doorbrengt. Voor de buitenwereld, voor degene die de dingen van de buitenkant zien, oppervlakkig zien en oppervlakkig willen begrijpen. Voor degene die misschien het lijden van Christus puur emotioneel of puur rationeel willen begrijpen, voor hun is dit de eerste nacht dat Christus in het duister, in de diepte of in het hart van de aarde doorbrengt. Maar we hebben gezien dat het al de tweede nacht is. Terwijl die eerste nacht eigenlijk alleen maar een licht is in de nacht met de Eucharistie, met de overwinning op het verraad. Voor degene die het willen zien en die het kwaad in deze wereld willen overwinnen, terwijl die eerste nacht werkelijk aanschouwd wordt en in het licht van Gods heerlijkheid wordt begrepen door degene die zelfs de vriendschap, de liefde uit de dood van het verraad willen laten verrijzen, terwijl dus die eerste nacht eigenlijk alleen maar is voor degene die intimiteit met Christus zoeken, zo is die tweede nacht is voor iedereen. Die is universeel. Of je wil of niet. Omdat die tweede nacht werkelijk de nacht van de fysieke dood van Christus is. Zoals we allemaal die dood moeten ondergaan. Dat komt voor ons allemaal, tenzij Christus natuurlijk voor die tijd terugkomt, maar daar hebben we geen enkele zekerheid over. Laten we maar vanuit gaan dat wij naar Christus toe gaan in ons sterven voordat hij naar deze wereld komt. Om het geschiedenisboek van de mensheid af te sluiten. We zullen er allemaal aan moeten geloven om het lichaam dat nu nog in deze wereld is en beweegt en warm is, af en toe ziek is, maar ook gezond kan zijn, ons lichaam waarmee we kunnen lijden, waarmee we kunnen plezier hebben. Dat lichaam zullen we allemaal op een moment moeten afstaan. We zullen bereid moeten zijn dat dat lichaam niets meer is. Dat het niet van ons is, maar van ons is geweest. En dat onze ziel ergens anders zal zijn, terwijl dat lichaam dat we zo goed verzorgd hebben, of zo goed mogelijk verzorgd hebben, dat zal bederven. Het zal terug worden gegeven aan de natuur. Het is heel netjes gezegd, het zal stof worden. Het zal tot ontbinding overgaan. Het zal gaan rotten, als het niet verbrand wordt. En het is heel normaal dat we daar afschuw van hebben. Dat we zelfs de gedachte daaraan vooruit schuiven. Dat we er niks mee te maken willen hebben. Wanneer we nu nadenken over deze tweede nacht, dan kunnen we ook even terugkijken naar wat de traditie zegt over het lichaam van Christus dat in het graf ligt.
Het is niet tot ontbinding overgegaan. In moderne taal gezegd, er zijn geen chemische processen geweest in dat lichaam van Christus, waardoor het zou gaan bederven, in ontbinding zou overgaan. Het lichaam van Christus is nooit begonnen eerst te stinken en dan uiteindelijk gewoon te verrotten. Het is een gestorven lichaam en toch is het geen echt lijk, zoals wij dat noemen. Het blijft koud, stil, verstijft, blijft het in het graf liggen tot de verrijzenis. En alleen al die stilte, dat liggen in de kou, in het duister, dat is een mysterie op zich, want het blijft Gods lichaam. Het blijft Gods vlees geworden woord. En terwijl we daaraan denken, kunnen we ons ook nog proberen in herinnering te brengen, juist nu het stil is, juist nu het donker is, wat voor onbeschrijfelijk geweld er tegen Jezus is gebruikt. Wat een onuitspreekbare, irrationele agressie er is gebruikt om het woord van God vanuit de eeuwigheid tot ons uitgesproken, uitgezonden. Wat voor irrationeel en duister geweld er gebruikt is om dat lichaam tot zwijgen te brengen. De mens wilde het gezicht van God niet zien. Daarom is het goed even stil te staan, tijd te nemen en het lijden van Christus te overwegen, terwijl we kijken naar het zweetdoek van Oviedo. Niet zo bekend als de lijkwade van Turijn. Johannes heeft het erover wanneer hij het over de opstanding heeft, dat er rond het gezicht van Jezus een doek heeft gezeten. En dat hebben wij nog steeds. Dat is het reliek dat in Oviedo in Noord-Spanje wordt bewaard. Het zweetdoek van Oviedo. En alle onderzoek laat concluderen dat het bij de lijkwade van Turijn hoort. Blijkbaar hebben de leerlingen, zoals een Joodse traditie was, schijnt het gezicht van de gestorven Christus afgedekt. Het gezicht van de gestorvene dekte je altijd toe. Dat was traditie. En er zijn dus, voordat Christus van het kruis werd genomen, zijn er leerlingen geweest, en we mogen aannemen dat het Johannes is geweest, die dat doek om het gezicht van Christus heeft gevonden, waardoor het duidelijk ook de tekenen van het lijden van Christus draagt. Je ziet geen gezicht en juist dat gezichtsloze van de zweetdoek van Oviedo, dat gezichtsloze aspect, maar we zien wel het bloed, we zien het zweet, we zien het vocht, we zien het speeksel. Juist dat gezichtsloze kan ons in herinnering brengen, of kan ons eigenlijk de vraag stellen, willen wij het gezicht van God wel zien? Of ontvluchten we het ook? Als laatste nog een gegeven uit het Oude Testament. Als Mozes God ontmoet had, dan straalde zijn gezicht zo heftig dat de mensen er bang van werden. En daarom bedekte hij zijn gezicht, na zo'n ontmoeting met God, bedekte hij zijn gezicht met een doek. En eigenlijk is dat doek, waarmee Mozes zijn gezicht afschermde, is een voorafspiegeling. En ik neem aan dat Johannes dat ook zo gezien heeft. Een voorafspiegeling van dat doek dat de leerlingen over het gestorven gezicht van Christus hebben gelegd.
Thank you.